Hier zijn ze. 2 chocolademelk. Oh, je wilde net toch milkshakes? Ik ben nog niet klaar. Ik hou van vrienden met superkrachten. Ja, meneer, dat is goed. Nee, 4 slechte studenten in een naamloze band zullen u nooit teleurstellen. Dat was een boeking voor vrijdag. En ik denk dat ik dat ga vieren met een milkshake. Hey! Laat maar, hij mag hem hebben. Wow. Dit doet me niks hoor. Ik lik het gewoon van mijn shirt. Die superheldspelletjes van jullie zijn te gek! Spelletjes! Wacht eens even. Je ouders wilden je toch niet af laten rijden totdat je gym gehaald had? Ja, maar ik hoef alleen het doel te raken bij boogschieten. Maar je bent zo slecht in boogschieten. Ze noemen je het meisje dat zo slecht is in boogschieten. Maar ik heb een supervriendin die me daarmee kan helpen. Dat ben jij, Phoebe. Vanwege je krachten. Jongens, we zouden alle apparatuur toch inladen in Wolfgangs auto? Ja, wat dat betreft. Zijn auto is in Duitsland. Vroom, vroom, Duitsland. Jongens, we moesten met die auto naar ons optreden van vrijdag. Ah, de band is een zooi. We spreken niet dezelfde taal, we hebben geen auto en we moeten het met Gideon doen. Wat? Jongens, niemand is meer overstuur over Gideon dan ik. Maar die auto is denk ik wel te regelen. Oh nee, ik moet aan de andere kant zijn. Zou jij de klokjes terug kunnen draaien, zodat de bel nog niet gaat? Oké, kijk. Ik denk dat we iets voorzichtiger moeten zijn met waar ik mijn krachten voor gebruik. Wilde iemand de klok terugdraaien? Dank je, Max. Je bent de beste. Onthoud, het doelwit is daar zo. Aan de kant, Max. Ik ga Cherry helpen slagen. Weg hier, ik help haar slagen. Stop met het stelen van mijn vriendin. Je kunt haar terug hebben nadat ik haar voor haar auto heb gebruikt. Oh, kijk, een puppy. Goed genoeg voor een 6. Je slaagt. Jee! Dank u, dank u, dank u! Is dat alles wat je over hebt voor je beste vriendin? Een 6? Kijk hoe echte vriendschap haar een 10 geeft. Cherry, wat ga je doen? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat een 6 niet goed genoeg is, hoewel ik super blij ben met een 6. Laat los. Ze heeft mijn hulp nodig. Hebben je ouders dat huis al gekocht? Ja, de verkoper heeft uiteindelijk betaald voor een nieuw hek. En nou je mond dicht. Ik heb een idee. Cherry, wat ga je doen? Ik ga dit eens helemaal zelf doen. Als ik die spin loslaat, kunnen we hier snel weg. Jij en ik, niet de tarantula. Hoe krijg je dat voor elkaar vanaf hier? Met mijn mini pijlenboogje. Want je bent zo goed met een grote pijlenboog? Oh, Cherry, waarom gebruik ik niet gewoon mijn telekinese? Ze noemen me toch die meid die zo goed is in telekinese. Geen superkrachten meer. Ik moet dit helemaal zelf doen. Ja! Die ding is net een magneet. Oké, ik maak een deal met jullie. Geen foto's betekent niet nablijven. Later. Dag. Zie je. Sorry hoor. Ik moet even bellen nu ik veilig ben aangekomen. Ja. Dus. Tadaa! Jij en ik zijn deze week 6 maanden samen. Oh, en jouw beste vriend is een meisje. Oh, wat klunzig. Het spijt me zo erg. Link, heb je misschien een bezem? Ja. Geef niet. Het is maar een gek vogelhuisje. Ik help je wel. Bedankt. Oh, en trouwens. Dit vogelhuis is niet het enige ding dat ik uit elkaar haal nu ik hier ben. Pardon? Link en ik horen bij elkaar en het enige ding op ons pad ben jij. Nogmaals. Pardon?
kijk er nou. Ze verstopt zich achterin en probeert mijn vriend te onderscheppen. Ah, mooie voetbalanalogie. Wat erg dat ik dat weet. Goed, dit is de deal. Ik geef je 3 bolletjes als je ervoor zorgt dat ze gemeen doet in de buurt van Lee. Phoebe, het is onmogelijk dat de kleine eendenknuffelaar... Ik denk dat ik verliefd ben. Ik zei toch, ze is slecht. Ze is niet alleen slecht, ze is harteloos. En hardvochtig. En ze wordt de mijne. Dat kan werken. Als jij Quinn kunt verleiden, dan vergeet ze mijn Link. Oké, dit is wat je moet doen. Wacht, waar ben je? Hey jongens. Oh, hoi Max. Ik wist niet dat je ook kwam. Ik vroeg hem mee. Je weet hoeveel hij houdt van... Je ogen. Ah, ik wilde ijsjes zeggen, maar Engert kan ook. Zeg, Quinn, hoe lang blijf je hier? Wil je een rondleiding? Nee, dank je. Ik krijg weinig kans Linkie te zien, dus ik wil graag zoveel mogelijk met hem samen zijn. Eigenlijk heb ik en Sir Linkselot, nieuwe bijnaam, ons 6 maanden jubileumdineetje morgenavond. Dus jullie zijn vrij. Juist, ja. Dan zie ik je heel graag, Max. We houden een dubbeldate met Phoebe en Link. Luister eens goed, wondermeid. Je weet het. Niets kan me stoppen te flirten met Link. Ik ben echt niet bang voor jou. Dat is jammer. Ik ben soms heel gevaarlijk. Insectogen? Oh, nu ga je eraan. Link, ik wilde het eigenlijk niet zeggen, want straks denk je dat ik jaloers ben. Maar Quinn probeerde om jou te versieren. Oh, en statusupdate? Ze is een insectenslechterik, net als haar ouders. Oh. Insectenslechterik? Kom in trouw met me. Phoebe, waarom doe je zo gemeen tegen me? Mond houden, zespootje. Phoebe. Verrassingskrabcocktail voor het feestelijke koppel. Geen goed moment. Geef maar hier, tijgers moeten eten. Phoebe, misschien was dit groepsjubileum etentje niet zo'n goed idee. Het was niet mijn idee, maar van haar, Quinnie Mierkop. Ik ga Quinn wel naar huis brengen. Geloof je me niet? 2 mango salades. Eén ogenblikje. Ruilen, halfgegeten krabbenpoot voor een mango salade. Bedankt, hè. Zeg, Phoebe, waar ben je mee bezig? Ik genoot van die krabbenpoten. Het is mango salade, Max. Volgens mij kan Quinn mangogeur niet weerstaan. Echt waar? De fluwelen tijger heeft zijn geur gevonden. Luister, Quinn wil graag gaan en je bent gewoon niet jezelf vanavond. Oh, maar je kunt nog niet weg. Quinn heeft al niet eens gegeten. Quinn? Wat gebeurt er? Oeh. Ik weet het. Kijk, dit is het moment waarop jij begrijpt dat je vriendin gelijk had en die meid dus een mierenkop is. Jongens, Quinn kijkt een beetje raar naar me. Geen probleem, Max. Ze eten alleen dingen op als die dingen naar mango ruiken. Nou, dat is grappig, want ik heb net mijn hele hoofd vol met mango gesmeerd. Eet de saus. Phoebe, het spijt me dat ik je niet geloofde. Ik verpest ons feestdiner. Nee, het is niet jouw schuld. Je beste vriendin deed het. Ik had bijna de juwelen te pakken. Ik had bijna die olifant kunnen ophol. Ik had bijna gefaald om je te pakken. Niet waar hoor, het was makkie. Oh, ik werp mezelf al naar binnen. Ik geef het niet op! Oké, een beetje opschieten, Max. Ik heb een auditie waar ik een... Wow. Verslagen door een deur. Ik moet denk ik minder mijn best doen. Mijn hoofd komt bijna los van mijn lijf, dus help me even. Oké, goed. Ik red je wel. Alweer. Ik ben niet degene die gered moet worden dit keer. En waarvan moet ik precies gered worden? Oh, gewoon 's werelds enige goud aantrekkende magneet. Wow! Was dat even van plan? Ik
ga je dorp vernietigen. Ik zei toch dat ik niet op zou geven. Kom op, Phoebe. We gaan starten met operatie Versla de dansende sukkel. Oh, misschien kan ik de draden smelten. Oké, het enige dat mis kan gaan is als de polariteit omdraait en... Je moet hiermee stoppen. Te laat. Het zal Peter Zuurbaans schallen weg door de buis heen. Ja, daar ben ik niet zo zeker van. Het is geen salpeterzuur, het is gewoon fruitzuur. Oftewel, verse sinaas. Wat? Colosse, hoe kon dit gebeuren? Online shoppen is lastig met konijnenpootjes. Jam. Gratis sinaas voor iedereen. Je lijkt wel op Schaaldorps andere superheld, kapitein Karma. Ik wil dit dorp vernietigen. En niet een uitgebalanceerd ontbijtdrankje uitdelen. Ik moet dat sap tegenhouden. Aha, de afvloeipijp. Max, wat heb je gedaan? Nu krijg je verstopping en gaan de pijpen barsten. Niet zo dramatisch, Phoebe. Ik zie daar nog een lek. Zag je mijn goede techniek? Het was echt zo'n goede auditie geweest als ik hem niet had gemist. Dit is genoeg. Dit is niet mijn fout, maar die van jou. Oh ja? Hoe kom je daarbij? Jij wilde Schuildorp vernietigen, je uitgeperste oen. Dat komt door jouw domme uitdaging en omdat je zo opschept over je reddingsdaad. Waarom maak je je zo druk om mijn plagerijtjes? Omdat alles om jouw weg naar de top draait. Mijn kwartaardige ontwikkeling staat op een laag pitje en jij hebt mijn leven gered, het dorp gered, dat rare ding met je been geleerd. Hoe is dat fysiek mogelijk? Ik ben niet zo goed als je denkt, oké? Wat ik heb gedaan was echt niet goed. Jouw vraag om slecht te zijn. En dat ik zo opschepte over het redden van al die levens, zoals het jouwe. Doe je het weer? Sorry. Laatste keer, ik beloof het. Alarm. Systeemfout. Maak gereed voor ontploffing over 10 seconden. Er moet een manier zijn om het systeem uit te schakelen voordat het ontploft. Oh, daar. Draai die toevoer dicht. Max, ik heb geen handen vrij. Jij moet het doen. Je bent zo lui. Red het dorp gewoon. Systeem hersteld. Oh, Max, kunnen we even praten? Phoebe, ik weet wat je wil zeggen, maar nee, ik heb die laptop niet gestolen. Ik wilde alleen vragen of je iets wist. Ik weet dat je hem niet hebt gestolen. Je bent een etter, maar niet harteloos. Wat? Neem dat terug, ik heb geen hart. Ik zie dat jij en je vrienden meedoen aan de talentenshow. Oh, nee, ze zijn mijn vrienden niet. Ze hebben een goede invloed op je. Ze hebben geen invloed op me. Niet liegen. Zelfs Bradford denkt dat ik een aardige jongen word. Ik moet echt wat schimmige types vinden. Vlug. Jerry's computer. Hallo, schimmige types. Tegen wie praat je dan? Jerry, ik vind het zo erg dat ik je laptop nog niet heb. Het is alsof de dief een beschermengel heeft. Maar ik geef niet op, goed? De dief was bij de bijeenkomst en de sportdag. Dus dan komt hij vast ook hier, vanavond. Ik ben een genie. Oké, Max, je bent al bijna een van ons. Dan ben jij dus de rare. Zie je die band daar staan? Wat we gaan stelen is die popcornkar achter ze. Ik dacht even dat je wilde gaan voor hun apparatuur. Dat is een veel beter idee. Jullie hebben echt een slechte invloed op me. Ik wil jullie bedanken. Wat is dat? Een nieuwe gitaarriem. Voor Max. Weinig geld, maar niet weinig vrienden. Nerdliefde. Die is voor mij. De hond die ik gestolen heb, heeft een lijn nodig. Geef dat terug. Ik dacht dat het niet je vrienden waren. Nou, toch wel. Vroeger althans. Een meisje volgde me. Ik raakte haar kwijt, maar we moeten hier nu snel weg. Weet je wat? Ik denk het niet. Als je van mijn vrienden wilt stelen, dan moet je door mij heen. Okidoki.
Je zit niet eens op deze school. Waar is Phoebe als ik haar nodig heb? Het is je gelukt. Cherry's laptop. Oh, en kijk naar alle spullen. Je bedoelt, kijk naar al onze spullen. Jullie bandieten gaan neer. Maar eerst pakken we jullie aan. Wacht, Max. Niet je krachten gebruiken en ontmaskerd worden. We gaan eerlijk vechten. Maar zij dus blijkbaar niet. Nu ben je van mij, knappe jongen. Wisserklap! Oké, dit is officieel het raarste gevecht voor me ooit. Attractie. Dit kan toch niet waar zijn? Superschurk draagt een hartje zonder broek. Hartje zonder broek. Hartje zonder broek. Superschurk draagt een hartje zonder broek. En hij heeft hem helemaal volgepoept. Het is erg genoeg dat ze straks weten hoe bang we zijn, maar deze liedjes zijn erg kwetsend voor superschurken. Nog een keer! Oh, de superschurk die... Billy! Dat was mijn zakje chips! Het ging per ongeluk. Ik voelde gewoon de muziek. Voel je dit ook? Mm. Hey, jongens, kom. Geen fratsen of ik keer de auto om en we gaan terug naar huis. En dat zweer ik op mijn Thunderman attractie Limited Edition bed. Ik begrijp je niet, Max. Vertel me gewoon wat je wilt. Als we Billy en Nora ruzie laten krijgen, gaan we naar huis en redden we onze reputatie. Max, dat lukt je nooit. Hey, hou eens op, ja? Wauw, het lukt. Nu ik ook eens. Waarom doe je dat? Ik doe niks, dat doe jij. Stop. Genoeg. Je gedraagt je of ik rij nu meteen naar huis terug. Als jouw domme voet de grens overschrijdt, branden mijn lasers hem er af. Dat durf je nooit. Oh, jawel. Genoeg! Mijn tanden, mijn pet! Genoeg! Ik keer nu om! Max, de ruzie loopt echt uit de hand. Billy ademt niet eens dezelfde lucht als Nora. Hij viel 2 keer flauw. We moeten ze de waarheid gaan vertellen. Wat? Dus je wilt dat iedereen erachter komt dat we bang zijn voor een attractie? Nee, maar dit werkt ook niet. Ons geheim is veilig en dat is alles wat me eigenlijk boeit. Die ruzie tussen Billy en Nora is niet mijn probleem. Van onderen! Ah! Wow. Ik speel niet meer met Nora. Zij schiet met lasers en ik roep steeds auw en dat is alleen leuk voor één van ons! Waarom die walkie-talkie? Ik help Billy met denken. Max, kom hier. Ik kan niks zien. Doe het licht aan, maatje. Goed denkwerk, Max. Kan me niks schelen, Colosso. Je gaat terug in je hok. En laat ik nooit meer horen dat je Chloe vraagt je te teleporteren. Max, hoorde je dat? Chloe kan andere mensen teleporteren. Wist je dat niet? Ik hoef al 2 weken niet lopend naar school. Max, er zit iets op mijn hoofd. Dat is je haar, topper. Snap het dan. We kunnen Chloe vragen om Billy en Nora te teleporteren naar Amazonland. En als ze in die attractie zijn, vergeten ze hun boosheid. Ik wil je nooit meer zien of spreken. Wacht, jongens. Ga niet weg. Kijk, Billy heeft Nora nooit geschopt. En Nora, jij hebt Billy nooit geduwd. Maar wij. Oké, kijk, het zit zo. Max en ik zijn bang voor de Thunderman attractie. Het is zo afgrijzelijk met dat omhoog en weer omlaag en het kotsen. En we schaamden ons enorm voor onze angst, dus we hebben onze krachten gebruikt om jullie ruzie te laten maken waardoor pap zou omkeren. Dus
Jullie hebben dit gedaan? Om jullie geheim te bewaren? Ja. Het spijt ons. We moeten dit bespreken. Kijk, Max, het werkt al. Ik vergeef het je nooit meer. Top, nu verpest je het. Hey, Nora. Het komt wel goed. Niet huilen. Ik huil niet. Ik lach om jullie. Nu, Billy! Waarom doe je dit? Oh, om jullie terug te pakken. Gereed voor lancering! Maar we hebben toch sorry gezegd, schatjes? Dit mag je niet doen! Let maar op! 5, 4. Mag ik je hand vasthouden? Ja, mag ik die houden? 2, 1. Thunderman, please. Hallo, Phoebe. De Heldenbond wil dat je een van de lafhartigste superschurken gaat onderzoeken. Vertel het aan niemand. Dit is geweldig! Mijn eerste grote klus. Wie is de ongelukkige straks verslagen schurk? Evil Man. Nou, die gaat onderuit. Excuseer me, zei je net Evil Man? Net zoals Link's vader Evil Man? Hoewel hij claimt dat hij gestopt is, hebben we bewijs dat hij weer bezig is met zijn oude trucjes. Oké, als je het goed vindt, zou ik voordat ik mijn vriends vader onderzoek op slecht zijn iets van dit bewijs willen zien? Gratis wie er 2 duimen heeft en net aangenomen is door Evil Man als zijn protégé. Deze jongen! Viva la kwaad! Nogmaals bedankt dat je me je kwade weg wilt leren, Evil Man. Hey. Hier ben ik meneer Evil Man. Juist, je dekmantel. Mild gemanierde eigenaar van deze falende beddenzaak. Ten eerste, dankzij het bedwandseizoen doen we het erg goed. Ten tweede, ik nam je alleen maar aan omdat een kleine vrouw ontslag nam en je in het uniform lijkt te passen. Das Peltcam ontmoet Max zijn lelijke das. Samen zullen jullie onthullen met wat voor capriolen Evil Man bezig is. Nee. Hey, ho. Sorry. Dit matras is niet te koop. Wat denk je van een paar stickers voor jou? Kijk eens aan. Zo lief. Het spijt me zo. Je kunt dit matras niet verkopen. Het is mijn Dutjes matras. Oké? Dus je moet er vanaf blijven. Begrepen? Is er niet een meneer, oud vrouwtje, die u hiermee kan helpen? Oké, matras. Geef je geheimprijs. Slaapsnelheidsmeter? Bestaat dat? En toen was er een racket. Phoebe! Hoe ben jij binnengekomen? Heeft je broer alweer de deur open laten staan? Ja, even over die raket die verstopt zit onder dat ene matras. Wist jij dat die er al was toen ik dit pand kocht? Kijk, de Heldenbond heeft me gevraagd je aan te geven, maar ik maak me zorgen om Link. Link is een goeierd. Weet je, hij en ik krijgen een steeds betere band. We hebben laatst zelfs samen gevliegerd. Het was een lieve heersbeest. Ik denk dat u zichzelf aan moet geven. Dat klinkt niet als iets wat ik zou doen. Maar denk eens aan Link. Hij zal me haten als ik dat doe. En hij heeft iemand nodig als u wegrolt in de bak. Nou, nu je dit zo zegt, meid. Wat bent u van plan? Wie, ik? Ik pas het raketdoel aan. Van Schuildorps bibliotheekgebouw naar de Heldenbol. Gekte. Leuk geprobeerd. Maar als je nu opgeeft, gaat het wat soepeler. Ik ben Evil Man. Niets houdt mij tegen. Je hebt me tegengehouden. Nou, het is zo jammer dat je niet de moed hebt om me aan te geven. Dat zou je jouw lieve Link niet aan kunnen doen. Hij zou je nooit vergeven. Hoi, pap, ik ben er. Wat kan ik doen?
Is dit voor een nieuwe commercial of... Jazeker. We bevriezen de prijzen en blazen de competitie op. Ja, toch, Phoebe? Dit is waar je liegt om je relatie te redden. Link, je vader probeert de heldenbond op te blazen en ik moet hem stoppen. Wat? Je zult het hierom wel willen uitmaken, maar ik moet mijn werk doen. Voorzitter Kickbad graag? Ik heb Evil Man. Goed gedaan! Dat is snel, zeg. Gefeliciteerd. Geslaagd voor de test. Test? Ik bel je in de auto. Bellen tijdens het rijden is heel gevaarlijk. Dat klopt. Zal ik hier blijven? Nee. Bel maar als je rijdt. Oké. Zeg, is er een reden om ons huis te veranderen in een iglo? Ja, Link. Ik vind het fijn om samen te zijn, maar niet de hele tijd. Als hij continu bij me is, kan ik hem ook nooit missen. Nationale hobbymaand? Oh ja. Wist je dat er al bijna 500 hobby's worden onthobbied per maand? Ik denk dat bijna niemand dat weet. Nou, nu weet je het dus. Kies maar een hobby. Je kunt frisdrank gaan maken, pingpongen, oh, croquet. Is tijd doorbrengen met jou ook een keuze? Want die hobby ligt met lekkers. Dat klonk nogal fout, sorry. Hey Phoebe, ik denk dat je boemerang stuk is. Ik gooide hem, maar hij kwam niet terug. Ah, toch wel! Ik pak mijn breiwerkje maar eens en ga er vandoor. Hiermee kan ik me tenminste niet bezeren. Wauw, je hebt Jerry's leven gered. Kon ik dat ook maar? Dat kun je ook. Wacht, dat wordt je nieuwe hobby. Mensen redden. Goed, Link, dit is perfect. 6 mensen die vastzitten in een lift. En denk aan de belangrijkste superheldenregel. Levens redden gaat altijd voor familie en vrienden. En vriendinnetjes? Die 6 mensen daarbinnen zijn nu je vriendinnetjes. Maar weet je, geen zorgen. Dit is een prima beginnersredding, oké? Okay? Beginnersredding? Er zijn 7 levens in gevaar. De kabels kunnen breken. Link, dit is geen tekenfilm. Kabels breken niet zomaar. Oh nee, de kabels breken af. Ze gaan vallen! Mijn vriendinnetjes! Je ving ze. Dat was ongelofelijk. Zo, ze zijn op de volgende verdieping. Open de deur. Link, de Heldenbond heeft besloten om je eigen stad te geven om te beschermen. Wauw, dank u. Oh, dit is geweldig. Je mag je geboortestad beschermen, net als ik. Nee, we zenden Link naar Hongkong. Wat? Heb ik een mooie trui gebreid die je hem kunt geven. Oh, wauw. Phoebe hartje Link, geweldig. Behalve dat extra nekgat. Ze hebben soms hun eigen wil. Ja. Oh, voorzichtig. Ja. Oh, wacht, er ligt nee, nog wat ijs. Nee, dat is goed, ik pak het wel. Nee, ik pak het wel. Phoebe, waarom doen we dit? Herinneringen maken? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik dacht, nou ja, mijn laatste dag in Scheldorp zou echt een stuk fijner zijn als je niet zo aan me plakte. Maar ik wilde alleen maar gewoon... Wacht. Noem je mij plakker? Het spijt me, maar je trok ons een 2-persoons trui aan. Ja, dat weet ik wel, maar... Oké, goed. De enige reden waarom jij een hobby moest kiezen, was omdat jij een plakker was. Ik een plakker? Je stond erop om mijn hand wel 2 weken lang vast te houden. Omdat ik gek op je ben. Je was in Mexico met je familie. Je hebt een beetje gelijk. Maar waarom heb je dan niks gezegd? Omdat ik je niet wil kwetsen. Link, ik ben ook gek op jou, oké? Okay? Dat is ook de reden waarom ik dit organiseerde, zodat je wilt blijven en zodat het niet uitgaat. Ik wil je niet kwijt. Ik wil jou ook niet kwijt. Nou, ik bel nu Kickbad op en ik zeg haar dat ik niet ga. Oh, nee, dat kan ik niet van je vragen. Je mag je dromen niet terug toekeren alleen vanwege mij. Je bent een geweldige vriend, Link. En je wordt een geweldige superheld. We zijn er toch om samen lol te maken, niet om uren in de rij te staan? Waar heb je het over? Het is geweldig! Kijk naar ons! Staat in de rij! Woe! Nee, in de rij staan is stom. Oh, hey, jullie wilden toch naar een water?
theaterpark toe? Nou, ik zie daar een virtuele. Ga daar maar heen en dan zien we jullie wel als we klaar zijn. Tenzij ik mijn gamekarakter verkoop aan Cybron. Dan tot ziens, Suffert! Maar we zouden vandaag samen optrekken. Dat was het punt. Dat doen we ook. Later. Die van mij is te klein. Mijn ook. Als je mij helpt, help ik jou. Wow. Gaat het wel, kleine man? Ik ben Fifi. Dit is mijn tweelingbroer Mats. Lijken zij ook? Inderdaad, ja. Hier, laat ons je daarmee helpen. En als je de zijkant van de bril aanraakt, start die op. Wow, ik glijd van een waterglijbaan. Hier leef ik dus voor. Ah! Jullie zijn super tof. Fijn dat iemand dat vindt. Wow. Dat bord staat best verstopt. Dat kan toch niemand lezen? Waar kunnen we nou twee kinderen vinden? Nog een dingetje. Billy. Hey jongens, precies op tijd. Kom maar hier voor een polsbandje. Cool, 4 polsbandjes alsjeblieft. Geweldig, Phoebe. Het is gelukt. Eentje voor jou. Dank je. Hey, we zochten je al. Cybron wil iedereen in positie. We gaan starten met spuugbal. Juist, omdat ik hier werk. Maar wat moest ik ook alweer doen? Bewaak de muren, dan kunnen de kinderen die we hebben gevonden niet weg. Willy en Nora, waarom zouden ze weg willen? Hoe ken je hun namen? Oh, zo noem ik altijd alle kinderen. Loop nou eens door, Billy's en Nora's. Was je niet bij de meeting? Het is doorgestoken kaart, winnen kan niet. Jongens, dit spel is vervalst. Ja, vast. Hoe dan? Geen idee. Ik was niet op de meeting. We gaan ze wat laten zien. Hebben verslagen. Oh, zijn we nu wel leuk genoeg om mee op te trekken? Dat zijn jullie altijd. Doordat we zo bezig waren met onze eigen dingen, vergaten we het. Het spijt ons. Dokkin! Hi! Je bent zo lief. Oh, hey, hoe ging het met jullie lerares? Heel slecht. Je verontschuldigingsidee werkte averecht. Ja, ze dacht dat de cookies omkoping waren. Ze gaat vandaag mam bellen. Het is de lerares. Ik neem hem wel. Nee, het is voor mij. Ik verwacht een belletje over... Okselschimmel. Okselschimmel. Voor Max. Touché. Wat
moeten we doen? Als we niet opnemen, belt ze mama mobiel. Hallo? Hey daar, hier is Barb, weet je wel. Moet dat mam voorstellen? Sst. Doe je ogen eens dicht. Oh, alsof ze hier is. Oh, dat meent u niet. Ik zou mijn tablet wel graag terug willen krijgen. Oh, nee, nee, dat geeft niet. U hoeft niet... Okidoki, tot vanmiddag. Goed nieuws. Feest Phoebe heeft je tablet terug. En jullie juf komt langs om mam te zien. Ik voel me zo groot. Hoe kom ik zo groot? Ik ruik bolognese. Is het bolognese? Ik ben Barb en ik wil mijn tablet terug graag. Ik zal u zeggen, ik vond het rot om hem in te nemen. Maar Nora en Billy waren al een paar keer gewaarschuwd. En ik had geen andere keuze. Phoebe is een puist. Yep, mam. Phoebe is een puist. Omdat ik de hapjes ben vergeten te pakken. Ik kom zo terug. Geen probleem. Ik kan niet te lang blijven, helaas. Hier is uw tablet, mevrouw Thunderman. Sorry, u moet nu gaan. Of blijven. Mam kan heel veel trucjes. Thuis. We zijn thuis. Mooi, jullie zijn er. Willen jullie het super cadeau zien wat we voor mam hebben? Oh, jullie hoeven me toch helemaal niks te geven? Oh, grapje. Mama wil cadeaus. Waar is het? Recht voor je neus. Hartelijk gefeliciteerd, Barbie. Mandy. Verrassing. Deze verjaardag wordt echt je allerergste nachtmerrie. Verroer je niet. Het is een MacBooker zussen inpassen. Was mams meisjesnaam echt MacBooker? Heette ze Barbara MacBooker? Even zien. Welk feestspelletje spelen we als eerste, hè? Huh? Oeh, ik ga voor Schop de Pinguïn. Ja, dat is toch geen feestspelletje? Goeie zet, Phoebe. Nu kun je mams feest verpesten toevoegen aan de lijst van dingen die je hebt verknald. Het gaat nu niet over dat stomme optreden van je. We moeten uitzoeken waarom de MacBookersjes elkaar haten. Ik kan het niet eens zeggen zonder te lachen. Heb je nog niets verteld aan je thunderlingen over onze grote ruzie? Ik wilde hen niet laten zien hoe akelig het kan worden tussen zussen. Oh, inderdaad. Ik zal het niet laten zien. Verrassing! Ah! Mandy! Barb gaat zich niet tot jouw niveau verlagen. Zij is een volwassen persoon. Eet bliksem, Mandy, mannenhand! Tante Mandy, onze moeder is echt de liefste persoon in de wereld. Hoe kan het dat je zo boos op haar bent? Het was 23 jaar geleden. Je moeder en ik vormden toen een ploeterend breakdance duo genaamd de Flitsende MacBooker Babes. Aantekening. Bouw een tijdmachine zodat ik terug kan naar mam's school en ze kan uitlachen. We hadden een mega boeking gekregen, maar mijn zus liet me barsten omdat ze naar de cape-ceremonie wilde gaan van een of ander meisje. Niet cool, mam. Maar het was niet een of ander meisje, maar het was mijn beste vriendin. Cherry. Mam. Het gaat om principe. Verontschuldig je nou voor wat je gedaan hebt. Best! Het spijt me van dat ene optreden 20 jaar geleden. Het is zoveel meer dan dat, Barb. Best! 23 jaar geleden. Je ziet nog steeds niet in waar dit om gaat, of wel? En nu zien jullie mij niet. Mandy, ik wilde me erbuiten houden, maar je laat me geen andere keus. Barb, doe eens iets aan je zus. Pak aan! Ik los dit op zoals ik dat vroeger altijd deed toen ik klein was. Rennen! Je zus is duidelijk gestoord. Wat geeft het dat je één optredentje miste? Laat het gaan. Ja, echt, hè? Echt? Ze moet het niet laten gaan. Ik vind haar niet gestoord. Ik lik aan jullie afstandsbediening! Wat zei je daar? Denken jullie dat ze boos is over één optredentje? Ze zei dat het veel meer was dan dat. Haar zus kwam niet opdagen bij iets dat belangrijk voor haar was en ze is gekwetst. Nu lik ik aan de deurkrukken! Zie je? Gekwetst! En over een paar dagen waarschijnlijk ziek. Maar als dat echt het probleem was, dan moest ze dat gewoon zeggen. Nou, misschien is ze niet het zachte, gevoelige type dat graag praat over haar gevoelens, mam. Misschien is het wel makkelijker voor haar om te vechten.
Goed, als jullie het niet erg vinden, ga ik tante Maddie helpen om het probleem op te lossen. Wat is dit? Waarom is mijn band hier? Max, sorry dat ik het gemist heb. Ik had moeten komen. En ik hoop dat dit optreden het goed maakt. Het maakt niet uit dat je er niet was. Geef nou maar toe. Ik ben niet gevoelig, oké? Maar als je wil kijken, hou ik je niet tegen. Oké, Max, we gaan knallen. Fijne verjaardag, Barb. Weer een jaar lekker. Niet koersen. Dat zijn mamsen. Mandy, ik wil mijn excuses aanbieden. Je bent mijn zus en ik mocht je niet teleurstellen. Dit is alles wat ik wilde horen. Ik zie net dat je je superkrachtentoets hebt gemist toen je in groep 8 zat van de Superacademie voor Superkrachtenstudies. Je weet wel, Saas. Wat? Dat bestaat niet. Ik heb nog nooit één schooldag gemist. Phoebe, weet je nog dat ze ons verrasten met een lang vrij weekend in groep 8? Ja, toen ging de school op vrijdag dicht om de kluisjes te poetsen. En nu ik dat zeg, besef ik dat dat nergens op slaat. Phoebe, ik vrees dat ik je moet ontheffen van al je heldentaken tot je teruggaat naar groep 8 en die toets hebt gehaald. Ik zou er graag bij zijn om het te zien. Je bent er ook bij. Wat zeg je? Jij miste die toets ook. Zorg dat je hem haalt of ik smijt je in de Heldenbond jeugdgevangenis voor het kraken van schoolcomputers. De toets bestaat uit 3 onderdelen. Elk team moet er minstens 2 halen om te slagen voor groep 8. Wist ik, doe maar dat groep 8 zo makkie is, dan was ik vaker gegaan. We zijn hier echt zo weer pleiten. Zeg dat maar niet te hard, Max. Ken je mij nog? Blikbeel. Max, is dat die jongen die... Jouw broertje vastbond aan de kluisjes? Die, ja. Oh. Leonard, het is jouw klas. Geef eens hier. Ik heb een beter idee. 30 seconden tot laservernietiging. Richten op doelwit. Max, schiet op. Hij zet ons neer. Zo. Waardeloos. We moeten ze helpen. Weet ik. Misschien kan ik de lasers uitschakelen met het kanon dat we gebruikten voor de robots. Wat gebeurt er? Dat schot magnetiseerde het logo. Hilarisch. We pakken de pop en smeren hem. Nee, Max. We moeten Leonard redden. Weg jullie. Blijf van me af. We zijn aardsvijanden. We zijn geen vijanden. Rustig, laat ons je redden. Bedriegers. We bedriegen je niet. Hier, Max. Zo winnen we wat tijd. Luister, sorry dat ik je heb uitgescholden vroeger. En vandaag ook weer. En daarnet heel zachtjes. Maar dat deed ik omdat ik een klier was en stoer wilde doen. Dus mogen we je nou redden? Phoebe, de magneet is te sterk. We moeten het magneetveld neutraliseren. Kaylee, gebruik je weerkrachten en hang een regenwolk boven Leonard. Komt-ie. Mooi, raak het logo met een bliksemstraal. Goed. Ik kan nog niet zo goed mikken. Misschien raak ik een van jullie. Dat gebeurt niet. Ik geloof in je. Kom op, doe het. Hoera! Sorry,
zo te zien zijn jullie gezakt. Echt niet? Dat was super gaaf! Beste redding ooit! Echt niveautje brugsmurf! Ja!